Ik zei gisteren al, ik heb op mijn donder gehad, want het leek hier wel onderdelencentrum gisteravond. We zijn tot vannacht 4 uur doorgewerkt om alles weer voor elkaar te krijgen. William, gistermiddag lagen hier wat bladveren en kromme schokbrekers. Had je de snelste tijd? Vandaag ook weer goed gereden. En de truc picobello. Vandaag ook overal van de twee legs, zeg maar, zijn we de snelste van vandaag. Tweede Fireman Team, derde Tom met de Tatra, de Duitser. En vierde William de Groot en vijf Van Velzen. Tot nu toe, hè. We krijgen vanavond natuurlijk nog een lek, maar... ik zei gisteren al, ik heb op mijn donder gehad, want het leek hier wel onderdelencentrum gisteravond. We zijn tot vannacht 4 uur doorgewerkt om alles weer voor elkaar te krijgen. Dus die jongens hebben mij gevraagd of ze vanavond gewoon bij Thijs in bed konden, dat we de boel een beetje heel houden. Dus we hebben hem een tandje zachter gezet. Ja. Dus, dan ga je niet, spuit je niet helemaal meer naar voren, maar ja, 2 keer 2 eigenlijk en overal dan 1. Dus, ja, dat is een goed resultaat. Daar zijn we tevreden mee. En toch het goede ritme. Ja, zeker, zeker. Vanochtend had ik het idee dat ik hem iets te langzaam had. Dus vanmiddag heb ik een klein tandje bijgezet nog. En dan gewoon goed hard aanremmen voor die diepe kuilen die er zitten, zeg maar. Om die een beetje, tenminste de auto te ontlasten, zeg maar. Dat werkt op zich wel aardig. Ik had van vanmiddag, de laatste lek, had ik goed gevoel over. Voelde lekker, de auto was goed. Geen gekke dingen, geen rare sprongen. En fijn. Ja, en ook qua navigatie loopt het natuurlijk prima. En ja, ook vooraf was dat ook even afwachten natuurlijk. Ja, maar ja, dat heb ik je ook al gezegd. Beko bij ons, die heeft al 300 jaar Breslau gereden. Als er één weet hoe die in Breslau navigeren moet, is Ko het wel. En ik neem mijn petje voor hem af, hoor. Want het is echt, het is rete lastig hier in de bos en op die open stukken. Maar Ko blijft lekker rustig en stuurt ons foutloos door de linie heen. Ja, vanavond heeft hij ook weer een mooie uitdaging met die jouw etappe. Ja, zeker. Maar dan zal je zien dat er nog wel een hoop rare dingen gaan gebeuren. Want veelal in het donker, soms wel even een tikje lastiger. En men is geneigd om ook, en ik ook, om toch hard te gaan rijden. Maar ja, in het donker kan je beter 3 tandjes terug en de weg goed kunnen vinden. Daar win je meer mee als volgas door het donker door het bos heen.